Welkom beste kijkers bij Ondiep TV. In deze uitzending brengt Janine een bezoek aan een nieuwe kapsalon in Ondiep. Ontmoet ik buurtgenoten en een Wesley Snijder fan in Italië. En tot slot zijn we nieuwsgierig naar de taalschool. Veel kijk en wijkplezier. Sinds kort gevestigd in Ondiep, op Ondiep, haarboutique. Een zaak begonnen door twee zusjes, de zusjes Baars. Een kapsalon, zowel voor heren als voor dames. En we gaan even binnenkijken. Hoe ben je ertoe gekomen om hier een salon te openen? Dat is al heel lang mijn droom geweest. En ik woon hier in de buurt, straat hierachter. En ik reed langs en ik zag dat het te huur stond. Ik heb gelijk gebeld en een week later kon ik komen kijken. Ja, zo is het gaan rollen. En je hebt een kappersopleiding gedaan? Ja, toen ik 15 was. Ik ben nu 26. Veel cursussen daarna gevolgd om up-to-date te blijven. Eigenlijk altijd in een kapsalon gewerkt. En ja, nu dan voor mezelf. Wat ben je nu precies aan het doen? Ik ben nu bezig met de gellakker af te halen. Dat moet ook speciaal, met speciale spullen. En zo kan ik hierna weer een nieuwe manicure gaan doen bij haar. En nieuwe gellak. En dan heb ze weer voor 2 weken mooie gelakte nagels. Okay. Heb je hier een opleiding voor gedaan? Ja, ik heb 2 jaar op beauty college gezeten. Ik ben dit jaar afgestudeerd, de allround schoonheidsspecialist. Daar heb ik 2 jaar over gedaan. En nu kan ik heel veel dingen. Yeah. Ja. Vind je het leuk om te doen? Is het echt ook je passie, zeg maar? Ja, ik vind het wel ook heel leuk. Nagels ook vooral, maar ook vooral richting huidverbetering gaan. En daar wil ik dan ook allemaal cursussen voor gaan volgen. Is kapster zijn echt jouw passie? Ja, zeker weten. Mijn moeder die heeft altijd een kapsalon gehad. En eerst aan huis, en liep ik als klein meisje, deed ik daar al eigenlijk van alles. De krulspelden, indraaien, de uithalen, wassen, de klanten ontvangen. Dus het is echt eigenlijk, ja, ik ben er echt mee opgegroeid. Later is mijn moeder een kapsalon in de stad begonnen. Daar heb ik ook gewerkt. Toen ben ik de opleiding gaan doen. En toen ben ik wel bij andere kapsalons gaan werken. Omdat het wel leuk is om andere dingen op een andere manier te leren. In plaats van ervaring op te doen ook bij een ander. Ja, inderdaad. In plaats van alles van je moeder te zien. Het is ook leuk om te zien hoe andere kleuren en highlights en zo inzetten. En heb je bewust gekozen voor Ondiep? Nee, het had ook op een andere plek gemogen. Maar het is voor mij ideaal, want ik woon hier. Mijn kinderen zitten hier op school. Dus ik kan mijn kinderen nog fijn naar school brengen. En dan loop ik hier naartoe en dan open ik de winkel. En je hebt ook nog mensen om op terug te vallen die in de buurt wonen? Ja, ik heb mijn schoonmoeder hier wonen. En mijn oma en iedereen van mijn familie. En mocht ik nou een keer heel druk zijn, dan kan er altijd mijn zoontje van school opgehaald worden. En dat is ideaal, geregeld. Je doet dit samen met je zus. Heb je zelf ook een beeld van hoe de toekomst er voor jou hieruit moet zien? Toch wel. Vooral nu focus op nagels. En als er dan meer ruimte komt, dan wil ik ook echt een eigen salon beginnen. Okay. En dat lijkt me superleuk, vooral met mijn zus samen. Hoe zijn de reacties in de buurt, weet je dat? Tot nu toe heel leuk, dat wel. Wat er voor de rest gezegd wordt, weet ik niet, maar tot nu toe krijg ik wel hele leuke reacties, ja. En heb je al een beetje klandizie? Ja, het loopt lekker door. Ik mag niet klagen. Ik had verwacht dat het in het begin rustig zou zijn, maar ja, het loopt goed door. Hoe ervaar je het ondernemen hier in Ondiep? Vind ik wel superleuk. Wel ook spannend, vooral toen we echt net open waren. Wist ik niet echt wat ik moest verwachten, maar nu weet ik ongeveer wel een beetje. Dus dat vind ik wel heel spannend. Komen je klanten uit Ondiep of komen ze uit heel Utrecht? Ze komen voornamelijk tot nu toe uit Ondiep. Maar ik heb ook klanten uit Zuilen en Fruitbuurt, dat is de nieuwe buurt hierachter. En Oude Noord krijg ik nou ook steeds meer klanten van. Hoe zie je de toekomst voor je van de salon? Ik hoop heel goed. En dat ik veel klanten mag krijgen en hun haar naar hun zin mag maken. En hopelijk ooit met de tijd dat we mogen uitbreiden.
Ja. Marcel, je bent op vakantie in Italië. Ja. Waarom heb je gekozen voor Italië? Omdat Italië gewoon een fantastisch land is. Maar wat vind je zo fantastisch aan? De mensen, de hartelijkheid, gezelligheid eten. En waarom is Italië nou zo mooi? Natuur is heel mooi, het is heerlijk eten, mensen zijn heel gastvrij, heel vriendelijk. Soms heb je ook een paar van die rare mensen, maar die zijn... maar nou ja, het is heerlijk zo. Wat vind je zo mooi aan het Gardameer? Het Gardameer is gewoon een mooi meer, maar het gaat er meer om wat er omheen gebeurt. Eromheen heb je heel veel plekjes en je hebt campings, agriturismo, hotels. En dan word je altijd hartelijk ontvangen. En wat doe je nou de hele dag? Het liefst laat ik mijn batterijtje even op in het zonnetje. Af en toe ook eventjes een uitstapje naar een stad, even iets leuks bekijken. Af en toe even kijken of nog wat leuks te shoppen valt. Een beetje een combinatie van alles en wat. En met wie ben je hier eigenlijk? Ik ben met mijn vrouw en mijn twee kinderen. En we zijn naar het noorden gekomen, want daar zaten vrienden van ons uit de wijk. En hoe is het nou om die vrienden uit de Kastanjestraat hier weer te ontmoeten in Italië? Ja, dat is vanouds. Dat is gewoon geweldig. Het is gewoon heel leuk, weet je wel. Ik bedoel, we zien elkaar natuurlijk elke keer natuurlijk gewoon thuis, weet je wel. Een beetje hoi buurman, nee buurman, whatever buurman. En nu, nu zien we elkaar weer. Laten we het zo zeggen. En wat heb je nou met die buren gedaan vandaag? Gezopen en gevreten. En dat was lekker. Wie wij zijn. Wie wij zijn. En waar vandaan. En waar vandaan. En dan zeggen wij. En dan zeggen wij. We komen uit het hobby. We komen uit het hobby. Hey, doe je. Dag papa en mama. Dag, ik hou ook heel veel voor jullie hoor. Erika is een Inter Milan supporter en groot fan van Wesley Sneijder. Ik vraag aan haar wat ze zo leuk vindt aan Wesley Sneijder. Allora, io vorrei salutare Wesley Sneijder, che per me è uno dei più grandi giocatori del mondo. E sono una tifosa dell'Inter e lo ringrazio di averci portato a vincere la Champions League insieme ai suoi compagni. È stato uno degli anni più belli e più emozionanti per me. E vabbè, è bellissimo. Sono innamorata di lui. Era un ultras dell'Inter e l'ho visto spesso a Milano. And what would you told to Wesley personally? Ti prego, torna a Milano, ti prego, torna a giocare all'Inter. Manchi, sei il migliore. Ok, grazie. Prego. Bijna iedere morgen fiets ik hier langs dit prachtige pand. En ik denk dan taalschool. Wat wordt er hier gedaan op deze school? Dat gaan we navragen. Wat is de taalschool precies? De taalschool is een school voor leerlingen die niet of nauwelijks de Nederlandse taal spreken. En in een jaar tot anderhalf jaar gemiddeld leren wij deze kinderen zo goed mogelijk de Nederlandse taal aan, dat een afstand tot hun leeftijdsgenootjes zo klein mogelijk is. Dus een leerling die bijvoorbeeld 8 jaar oud is, die komt hier in een groep 3-4 en gaat hopelijk na anderhalf jaar uitstromen in een vervolgschool, in een reguliere school. Ergens hier in de wijk of ergens in Utrecht. De leerlingen die hier op school zitten komen uit de gemeente Utrecht. Dus het is echt een Utrechtse school.
voor nieuwkomers. Hoe communiceer je met kinderen die jou niet begrijpen en ja, jullie begrijpen de kinderen ook niet? Nee, dat is soms erg lastig. Maar we doen het wel allemaal in het Nederlands. Want we hebben hier op school in totaal 49 verschillende nationaliteiten. Daar zitten Engelse expat-kinderen bij en daar zitten ook vluchtelingen uit Syrië bij. En alles daartussen. En we spreken niet alle talen, dus we spreken gewoon echt Nederlands tegen de kinderen. En het is bewonderenswaardig hoe snel deze kinderen de Nederlandse taal oppikken. En in het begin gaat het heel veel met handen en voeten en kleine woordjes. En je zult zien, na een aantal weken als de kinderen hier zitten, kan je eigenlijk al volledige zinnen tegen de leerlingen spreken. En die begrijpen ze wel. Terugpraten is dan nog wat lastiger. Maar na een jaar tot anderhalf jaar zijn de kinderen eigenlijk zo sterk genoeg dat ze bijna op het niveau zitten van waar een Nederlands kind ook moet zijn. Ja. Kun je laten zien wat voor methodes jullie hanteren met lesgeven? Ja, dat kan ik zeker laten zien. Het belangrijkste is dat we op 7 momenten in een week geven wij het vak mondeling Nederlands. Dat is een vak waarin we de kinderen grammatica leren, maar ook heel veel woordenschatlessen aanbieden. En die woordenschat wordt gedaan door via Digibord, maar ook door bijvoorbeeld materialen en het woordkaartje erbij. Dat kan ik wel even laten zien. Nou, als je kijkt naar deze tafel, dan gaat het over het lichaam en het bezoek aan een ziekenhuis. En wat we dan doen, is dat we allemaal bakken hebben gemaakt rondom allemaal thema's. En binnen die thema's zijn materialen en woordenschatkaartjes die we erbij leggen. Dus de kinderen, het is zo belangrijk dat de kinderen niet alleen horen als wat de juffrouw zegt, maar ook daadwerkelijk het zien en het ook doen. Dus de kleding aandoen of de juffrouw geeft opdrachtjes daarmee. Zodat de kinderen moeten het ongeveer 12 tot 15 keer het woord hebben gehoord in verschillende contexten om het zich in te prenten. En dat doen we de hele dag door. Dus ze worden echt ondergedoopt in een woordenschatbad. Kun je uitleggen wat hier ligt en wat jullie hiermee doen? Ja, elke week hebben we een bepaalde klank die centraal staat. Nou, deze week is dat bijvoorbeeld de ei. Bij de ei hebben we het klankgebaar. Daarnaast hebben we een boek staan en allerlei woorden die erbij horen. Waar de ei in zit. Nou, nu is de ei ook nog wel ingewikkeld, omdat je een ei hebt met een e en met een ej. Dus dat verschil vertellen we wel, maar in dit geval gaat het echt om de klank. En dat de kinderen deze klank gaan leren maken. Nou, sommige klanken zijn heel makkelijk om te maken. Maar je hebt ook landen waarin die klank niet bestaat. En dan is het heel veel oefenen. En dat doen we onder meer door een spiegeltje. Dus dat de kinderen echt voor zich krijgen om dan ei te zeggen. En je kan hem hier zelfs mee opnemen, zodat de kinderen hem heel vaak afspelen. Dus daarom hebben we ook de spiegel erbij. Om echt de stand van de mond te zien hoe je nou goed de klank maakt. Organiseren jullie nog meer voor de bewoners van Ondiep? Mogen ze bijvoorbeeld komen kijken of zo op de school, of binnen de school? Ja, zeker. En ik heb die vraag in de afgelopen tijd vaker gehoord van kunnen we eens een keer komen kijken? En ik sta er zeker voor open. Dus we hebben een kijkochtend organiseren we voor alle buurtbewoners die het leuk vinden om een keertje te komen kijken. Op vrijdag 27 september om 9:00 ochtends. Dus het is een uitnodiging voor iedereen om een keer te komen kijken hier zo. Moet men zich dan aanmelden of mogen ze gewoon langskomen? Nee hoor, je hoeft niet aan te melden. Om 9:00 staat de koffie of thee en kom lekker langs. Dit was het weer voor deze week. Ondiep TV is nog steeds op zoek naar verslaggevers en cameramensen. Vindt u het leuk om dit te gaan doen? Meld u zich dan aan via onze website. Tot de volgende keer.